Wat er gebeurde in de vorige Content Veen aflevering. Oh mijn god. Oh, wat is er gebeurd? Nee! Nee! De villagers! Wat is dit? Hij is dood! Oh! Oh mijn god, wat is dit? Het is een draak. Voor mijn gevoel is het niet ver of zo, weet je? Oh mijn god, daar is het. Daar is het. Kijk, oh, dat is een nestje. Jongens, welkom terug bij een nieuwe video. We zijn onderweg terug naar het dorpje. We hebben de drakengrot gevonden vorige aflevering. En nu ben ik heel benieuwd wat de burgemeester in de tussentijd heeft gedaan. En ik ga even met hem overleggen of we die drakengrot in moeten essen. Want ik vind het oprecht... is wel heel eng. Oh. Ik weet nou niet precies wat ik moet gaan doen met die draak, weet je. Want hij heeft de stad helemaal aangevallen. De hele stad is aan stront. Dus ik ben zo benieuwd wat de burgemeester hierop te zeggen heeft allemaal. Oh mijn god, wat is hier gaande? Oh mijn god. Wat is hier gaande? Wat is dit? Waarom is dit wit? Waarom? Wat is hier allemaal aan de hand, joh? Wat is het? Oh, my... Oh, nee, een graafmachine of niet? Burgemeester, wat is er aan... Ja, ik heb geen tijd. Ik ben echt heel druk. Hier moet materialen naartoe. Ja, klopt. Wacht, ja, bijna achter. Ja, nee, ja. Jongens. Ja, dan kun je maar aan zitten kijken. Maar er moeten echt materialen naartoe. Wat is hier aan de hand? De burgemeester is helemaal hoe noem je dat? Oh, hij is helemaal op hol geslagen. Ik zei, renoveer de stad. Zorg dat mensen hun huizen terugkrijgen. Maar dit is niet wat ik bedoelde. Kijk wat hij allemaal aan het doen is. Ja, zeker weten. Burgemeester. Ja, wacht hallo. Even. Ik heb toch niet tijd, zeg ik. Ja, maar ik heb groot nieuws. We moeten praten met elkaar. Het ziet er al goed uit. Mooi. Ja, inderdaad. Ja, hier moet inderdaad meer glas in. Ja, klopt. Ik wil er nog een verdieping op. Oh, mijn god. Nee. Wacht even, Florian. Florian, heb je heel even voor me? Ja, nou, oké. Heb je even jongens, voor mij? Schaften. Schaften? Dat betekent pauze in de bouwvakkenstijl. Oh, dat weet ik veel. Hey, ten eerste, wat ben je allemaal aan het doen, man? Ik zei een beetje renoveren, maar dit is wel echt belangrijk. Wat ben je allemaal aan het doen? Nou, dat zeg je toch zelf ook al, gewoon renoveren. Ja, renoveren, maar wat ben je hier aan... Waarom graaf je? Je stond er niet eens huis hier. Nee, je komt mijn zwembad. Ja, zwembad. En wat is er met je eigen huisje gebeurd? Dit was jouw huis. Ja. Maar wacht even, en dit is het huis van de villager die ons hier naartoe heeft gebracht? En ja. Ik snap er echt geen reet van allemaal. Nee, dat hoeft ook niet. Ik heb hier de bouwplannen in ieder geval vast. Ik heb het allemaal voor elkaar, alle materialen hebben besteld. Dus dat is in ieder geval gedaan. Wacht, loop maar mee. Hier ik komt een mee. Nieuwe kerk. Een nieuwe... Oké, okay, hier komt een nieuwe kerk. Kijk, hier zitten ze te wachten totdat ze... Kom maar jongens. Dit was een strafhok of zo? Nee, ja, ik weet niet. Ja, geen idee. Goed, hier komt ook een gemoderniseerd huis. Ja. Hier komt de fietsenstalling. De fietsenstalling, oké. Okay. Hier hebben we even een tijdelijke dam gebouwd. Maar hier komt waarschijnlijk een rivier die door de stad heen gaat. Oh, duidelijk. Jeemand, die burgemeester is van alles van hier plan, hier komt jongens. Een mooi zwembad voor het ja, je persoonlijke zwembad inderdaad. Is het niet een beetje egoïstisch dat je eerst met je eigen huis bezig bent? Nou, ze moeten toch weten wat ze maken. Ja, maar dat huis ziet er veel minder mooi uit dan bijvoorbeeld jouw huis. Daarom ligt die bouw ook stil als hij is hier bezig. even kijken. Dit is mijn hier huis. Wordt denk ik een opslagschuur van. Nee, maar dit is mijn huis. Hallo. Wordt mijn huis ook niet mooi gemaakt? Ik wil ook een mooi gerenoveerd huis. Ja, alles huis. Wordt gemoderniseerd. Alles wordt gemoderniseerd. Maar hier even kijken. Ja, ik denk dat hier misschien nog wel een kantorenpand komt, maar ik weet niet zeker. Er komt hier een overdekt dierenstal met een ja, alleen de koeien zijn denk ik wel of ontvoerd door de draak of ze zijn vermoord door de draak. We hebben al nieuwe besteld, het komt goed. Oh, de nieuwe koeien besteld, ja, oké. Okay. Hier komt een hele nieuwe woonwijk, wordt hier gerealiseerd, allemaal nieuwbouwwoningen. okay. Met zonnepanelen op het dak. Een zelfvoorziening met moestuintjes, et cetera. Ja, het staat allemaal in de plannen, ik kan ze niet overhandigen. Niet te geloven. We hebben erg veel werknemers besteld. Iets te veel eigenlijk, maar goed, ja, dan ik wordt zie het allemaal het, sneller gedaan. Toen we hier aankwamen waren hier nooit zoveel villagers. Nee, die ja. zijn allemaal nieuw. Ja. Goeiedag. Maar hallo. Florian, even burgemeester, even... Oké, okay, leuk dat je dit allemaal aan het doen bent, maar de draak is nog steeds een dreiging voor deze stad. Stel, je hebt het allemaal daar afgemaakt. Ja, heb ik ook al over nagedacht. Er komt een afweersysteem met in ieder geval allemaal supersonische geluiden, waardoor die draak of wat voor dieren dan ook allemaal onkruid. Ja, maar hij kan toch echt ook nu terugkomen voordat dat er is. En iedereen hier weer vermoorden dan en alles... Dan staan wij in contact met het leger en die schiet hem neer. Nee, hallo, dat gaat niet zo snel. Ik heb het nest gevonden. Oh. Dat is, van ik zal de het doorgeven. Ja, dankjewel. Nee, je zal het niet doorgeven. Nee, ik wil er zelf heen. Ik wil er met jou heen. Ik ga niet, ik ben te druk.
Hoe zou jij bij te drukken? Kunnen toch samen toch? Wel even... Ja, maar je kan toch even pauze nemen en samen naar die draak gaan om te inspecteren? Nee, de schafttijd is alweer bijna voorbij. Dan moet deze opzichter gewoon weer verder met de taken die hij heeft. Dus ik zou zeggen, ga lekker naar je draakje toe. Ik wil kijken wat er in dat nest ligt. Ik wil kijken, misschien ligt daar wel heel veel... Ik zag al wel emeralds liggen van deze villages. Ik zag allemaal schatten liggen en zo. En dat moet terug. Dat moet terug naar de stad. Ja, ze zullen ze blij mee zijn. Kan ik ze weer betalen. Weet je, ik ga wel gewoon lekker zelf. Ik ga zelf onderzoeken of ik iets kan vinden bij het nest van de draak. Mm-hmm. En dan kom ik wel terug. Hoop ik dat ik op zijn minst terugkom, oké? Ja, ik hoop het ook voor jou, want anders staat het... Nou ja, dat huis, dat wordt wel verhuurd. Dus dat komt wel goed. Ik wens je heel veel plezier. Ik ga verder. Ik ga het wel uitzoeken. Ja? Wil je nog een bepaald huisnummer of iets? Of... Nee, jongen, nee, dat hout moet de andere kant op. Nee. Weet je, de burgemeester is veel te druk, jongens. Veel succes met bouwen. Ik ga terug naar het drakennest, jongens. Ik heb voor de rest die verrekijker heb ik ook nog gewoon. Dus daar kunnen we even mee spieken en zo. En dan kijken we of we daar kunnen inbreken. Stiekem in het nest van de draak. Maar hopen dat die draak ons natuurlijk niet betrapt. Want dan zijn we de klos en dan gaan we dood. En daar heb ik echt geen zin in. En ik moet ook nog steeds mijn spulletjes terugkrijgen. En die liggen niet meer bij de koets. Dus ik ben bang dat die kwijt zijn. Helaas. A few moments later. Oké, jongens, als het goed is, zijn we er. En het begint letterlijk... Ik begin echt met praten en het begint te regenen gewoon. Oh mijn god. Moet even voorzichtig zijn, want ik hoor geen geluid van de draak. Maar ik... Oh, daar is hij. Ik zag hem al. Oh mijn god. Oké, ik heb die verrekijker bij me. Dan kan ik namelijk iets meer gefocust kijken. Waar gaat hij heen? Wat gebeurt er? Die draak is aan het rondvliegen. Zijn nestje is, als het goed is... Laten we even aan het randje van het water zitten. Kijk, daar zit zijn nestje daar. En daar is de draak. Hij mag me niet zien. Oké, waar gaat hij heen? Wat gaat hij doen? Hij is rustig aan het rondvliegen. Oh, hij komt heel dichtbij. Waar is hij? Oh, mijn god. Wat is hij dichtbij? Oh, ik vind het niet leuk, jongens, om zo dichtbij. Kijk, normaal ben ik niet zo bang voor een draak in Minecraft, weet je. Maar dan heb ik mijn spullen. Dan kan ik van alles doen. Dan kan ik een boog regelen en zo. Maar nu heb ik gewoon alleen maar houten tools. Ik heb geen armor. Eén klap en ik ben gewoon dood. Ah, gaat zijn nest in? Nee. Oh, jongens, dat is... Nee. Hij is zijn nest in. Ja, daar kan ik er niet in. Daar kan ik er niet in. Wacht, laten we eerst even snel... We gaan oversteken. Snel oversteken. Even snel zijn. Oké, ik ben aan de overkant. Top. Oh, voorzichtig. Even spieken weer. Ja, hij zit. Oh, hij gaat eruit. Ik zag het. Wacht, waar gaat hij heen? Oh, hier is hij, jongens. Hij zit in het water. Hij gaat heel even... Ik weet niet, alsof hij een slokje water neemt of zo. Ik weet niet, zouden draken... moeten drinken. Dat zou wel zeggen van wel natuurlijk. Gewoon dat hij ook dorst hebben. Lijkt wel alsof hij even aan het drinken is. Oké. Wat doet hij nou? Hij gaat nu die kant op. Is dit het moment? Is dit het moment, jongens? Ik ben bang dat hij terugkomt. Maar hij vliegt wel... Hij is weg. Hij is uit mijn herinnering. Dus dat betekent dat hij wel heel ver weg is. Oké, wacht. Laten we heel snel gaan, jongens. Ik denk dat dit het moment is dat ik snel in moet breken. Ik denk dat dit het moment is. Snel omhoog. Oh, ga ik dit redden? Is dit niet te hoog? Ik heb natuurlijk niet echt... Ja, ik heb wel blokken bij me. Oh, maar ik mag denk ik die blokken plaatsen in verband met die draak. Dat hij dat dan door kan hebben. Oeh, ik zie daar vines. Dan kan ik omhoog klimmen. Kijk hier. Hier kan ik omhoog klimmen. Hoppakee. En dan hier nog een keer omhoog klimmen. Oep, oppassen voor het vuur. Ik kan het wel uittikken, maar ik ga liever gewoon even eromheen. Zo. Oké, jongens, we zijn er. Oh. Hij heeft een eitje. Oh, mijn god. Oh, die wil ik. Ik wil dat ei. En al dat goud, jongens. Oeh, maar ook wel schedels. Dat is minder leuk. Oeh, wat is dit? Ligt ook een kist in een minecart? Hey. Wacht. Mijn spullen lagen in een kist in de minecart, jongens. Wacht even, snel speakers. Die draak niet in de buurt. Hij is nergens. Ik hoor hem niet. Ik denk als ik hem hoor dat ik dan moet vluchten. Oh mijn god, mijn spulletjes lagen natuurlijk in een minecart. In een chest. Of in een chest in een minecart toen we met de burgemeester op pad. Ja. Ja. Oh, die draak heeft het gewoon gestolen. Ik ga het gelijk pakken. Die draak, die heeft het gewoon gestolen, jongens. Ik ga het aandoen. Oh, wat mijn spulletjes. Wat ben ik hier blij mee. Jullie willen het niet weten... Hoe blij ik ben dat ik mijn spulletjes terug heb. Ik heb 3 bedden bij me. Het slaat ook nergens op. Oh my days. Ik had natuurlijk die spulletjes in de minecart. Hallo geit. Dit is vreemd. Jongens, ik had natuurlijk die spulletjes in de minecart in de chest gedaan. En ik denk toen dat ding eens gecrashed is, dat wij weg waren, dat die draak... Dus gewoon, net zoals dat hij hier alle emeralds heeft. Een draak die houdt natuurlijk van rijkdom. Die houdt van goud, in dit geval van emerald. En die heeft dus ook gewoon mijn spulletjes in die tussentijd gestolen. Nee, niet aan het ei komen. Au, niet aan het ei komen. Ga weg. Niet aan het ei komen, joh. Ga je... Oh.
Wat ga ik doen, jongens? Ik kan wel dit goud en zo stelen allemaal nu. Maar ik denk als ik iets uit dit nestje verder pak... Ik laat die kist wel gewoon staan in de hoop dat de draak niet door heeft dat ik mijn spulletjes eruit heb gepakt. En ik wil heel graag het ei meenemen. Maar ik denk als ik dat doe, dat die draak binnen 5 minuten weer terug bij het dorp is. En gewoon het helemaal aan stront opblaast. Nog erger dan eerst, weet je? Nog echt veel erger dan eerst. Wat kan ik doen hier verder, jongens? Ja, ik wil heel graag die emeralds meenemen terug voor de ding. Laat even in de reacties weten, jongens. Wat moet ik doen? Moet ik alles meenemen? Moet ik het ei meenemen? Moet ik de draak met rust laten nu ik mijn spullen heb? Gewoon. Ik hoor hem. Ik heb mijn lighter weer kunnen. Ik hoor hem. Waar is hij? Oh, mijn god. Ik hoor hem. Ik hoor de vleugels. Oh, ik zie hem. Daar is hij. Oh, ik ben net op tijd. Hij komt hierheen. Of niet? Komt hij hierheen? Oh mijn god, ik ga weg hier. Weg hier. Oh my days. Volgens mij ben ik echt net op tijd. Ja, hij is terug zijn ding in. Oh, hij is buiten mijn rennen, dus dan zie ik hem niet meer. Oh, laat ik terug gaan, jongens. Ik heb mijn elytra terug. Ik heb gewoon mijn spulletjes. Nu kunnen we dus iets doen. Kijk hoe dicht het ook gewoon bij het dorp is. Het dorp is ook gewoon hier. Nu kunnen we dus ook gewoon iets gaan doen, jongens. Laat even in de reacties weten. Moet ik de draak gaan vermoorden? Moet ik hem met rust laten? Moet ik gewoon lekker terug naar huis gaan? En lekker terug naar onze stad en het allemaal achter me laten? Of moet ik de dorpelingen helpen en de draak verslaan? Ik weet het niet, jongens. Jullie moeten echt even de beste tips en de beste ideeën achterlaten. De oppas van Elytra is bijna stuk trouwens, dus dat is ook vervelend. Dus ik kan niet zo 1, 2, 3 terugvliegen naar de stad. Ik moet die eerst weer repareren en zo. Maar laten we eerst even naar het dorp gaan. Even tot rust komen. Even slapen. Even wachten tot het ochtend is en zo. En dan kijken we daarna wel verder wat we gaan doen. Oké, jongens, daar zijn we weer. We zijn in mijn huis. Oh, mijn vogeltje Magda, waar kom jij vandaan? Oh mijn god, Magda. Ben je helemaal hierheen gevlogen, joh? Wat, jongens? Magda komt letterlijk helemaal uit de grote stad. Weet je hoe ver dat vliegen is? Waar kom je? Waar is Karel? Hoe heette die andere ook weer, dat andere poepvogeltje? Magda en... ik weet het niet eens meer. Ik ben ze nou vergeten. Jongens, ik wilde gelijk beginnen over mijn huisje en zo. Maar Magda is gewoon deze kant op gevlogen. En wat is het druk hier en het regent. Het is vies weer. Oh mijn god, waar is de burgemeester? Is hij in zijn huisje? Laten we even kijken. Meneer de burgemeester, ben je thuis? Wacht even, laten we eens kijken of hij thuis is. Hallo? Meneer, klop. Oh, ik wil aankloppen, maar ik doe de deur open. Hallo? Hallo? Hij is er niet. Thuis, ja, man. Maar zit hierachter, dat wilde ik dus al die tijd al kijken. Nee, hierachter zit dus niks, jongens. Althans, niet achter die, misschien achter deze. Nee, ook niet. Ik dacht altijd dat er wat achter zou zitten, maar dat is blijkbaar niet zo. Jongens, het ding is natuurlijk, ik heb mijn spulletjes eindelijk terug. Daar ben ik heel blij mee. Dat betekent dat we als we mijn elytra even kunnen repareren, zouden we technisch gezien naar huis kunnen vliegen. Maar ik wil eerst eventjes mijn huisje renoveren. Want dat waren zij van plan, maar daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Dit kan natuurlijk niet. Dus laten wij deze scaffolding hier gewoon even slopen. Want ik ga mijn eigen huisje renoveren. Dat ga ik niet laten doen door een paar villagers. Ben je gek? Dus laten we even wat boompjes omhakken. Oh, wat ben ik blij dat ik mijn eigen spulletjes weer heb, jongens. Maar ik moet wel oppassen dat die draak het niet doorheeft. Want dan komt hij sowieso hierheen om de hele stad te mollen. Alweer, voor de tweede keer. En dat willen we natuurlijk ook niet. Wat zijn jullie allemaal hier aan het doen? Zijn jullie met elkaar aan het... Is het pauzetijd of zo? Jullie zijn dat ik met elkaar aan het kletsen gewoon. Jongens, ga eens aan het werk. Het is helemaal geen pauze. Oké, we hebben wel even genoeg hout. Hebben we. Laten we heel even... Ja, dit dak hier, dit vind ik echt bizar lelijk. Dus hier kunnen we ook nog wat hout van krijgen. Ik weet niet wie deze constructie gebouwd heeft, jongens, hoor. Maar ik ben blij dat het af is gebrand. Dan kan ik het zelf repareren. Pas op, vogeltje. Ik ga je echt per ongeluk gewoon doodslaan. En dat wil ik niet. Als je telkens in me gaat staan. Oh, dan sla ik je een keertje per ongeluk dood. Oké, we maken het huisje sowieso allemaal... allemaal, wat zeg ik nou? Gewoon een aantal blokjes groter. Dat is ten eerste al wat ik ga doen. Hoppakee. Gewoon even een leukere constructie maken. Ga eens aan de kant, Magda. Ik ga het niet heel ingewikkeld doen, hoor, jongens. Want ik woon hier natuurlijk tijdelijk. Maar ja, ik wil gewoon tijdelijk wel even een mooi huisje hebben. Kijk, hoppakee. Dan carven we het ook eventjes. Het moet een beetje in de stijl van de stad worden, natuurlijk. Want dan doet me denken aan mijn eigen grote stad die ik zo ontzettend mis. Want we zijn al zo lang van huis. We zijn echt al lang van huis. We zijn echt al een paar afleveringen niet meer gewoon in mijn eigen stad geweest. En ik het zo besef, het huis gaat niet groter worden. Het gaat gewoon. Nee, het huis gaat niet echt groter worden. Oh, wat dom. Ik dacht dat ik hem groter ging maken, maar dat wordt hij niet. Hij lijkt groter, maar van binnen gaat hij net zo groot zijn. Magda, hou nou eens op. Echt waar. Weet je lief, maar je bent een beetje vervelend. Gaan we wat leuke details erin toevoegen. Weet je hoe ik hem misschien groter kan maken, jongens? Door een extra verdieping erop te doen. Nee, weet je, we gaan ook gewoon in de kelder werken. We gaan niet een extra verdieping doen, we gaan een kelder creëren. Hier voegen we dit steen overal toe. Waarom is het zo? Waarom is mijn deur zo hoog? Kijk, sowieso gaan we mijn ramen gaan we even wat groter maken. Het zijn nu van die 1x1 raampjes, maar die worden lekker zoals dit. Zo, en dan dit. Ja, dat is veel leuker. Heb ik even wat gras nodig. En dat kunnen we gelukkig gewoon hakken hier. Kijk, dan krijg ik ook echt gras omdat ik weer mijn eigen spullen heb. Heb ik ook de silk touch van het gras? Oh, dat is helemaal top.
Want dit gras kunnen we namelijk leuk gaan gebruiken voor detailwerk op deze manier, jongens. Kijk, daar gaan we hier namelijk trapdoors tegenaan doen. Gewoon leuk detailwerk, zie je? Vullen we dit hier ook op. Hoppakee. Carven we het even netjes gewoon op deze... Ik weet niet wat hier gaan is met die weg, maar het is helemaal afgebrand en lelijk. Maar dat is niet aan mij. Dat is aan de burgemeester. Nee, ga niet mijn huis in. Nee, nee. Er ligt al iemand zelfs in mijn bed. Moet je zien. Wie ben jij en wat doe je in mijn bed? Een trappetje naar binnen. Zo. Oh mijn god, die mensen, jongen. In mijn huis, hè. In mijn huis. Weet je, ik wil slapen. Mijn nest uit. Ik wil slapen. Wat is het druk. Iedereen zit op me. Kan niet wachten tot ik weer in mijn eigen stad ben. Kijk, het is in ieder geval hoger, mijn huis nu, weet je. Het is wel nog steeds in die mini. Maar het voelt even iets ruimer. En die glazen ramen moeten nog gefixt worden. Even een soort verhoging hier. Ja. Ik kan een tweede verdieping erop doen, jongens. Ik kan het doen. Dan heb ik wel meer ruimte, maar we kunnen ook een lijpe kelder maken. Alleen ja, ik wil niet te veel moeite in het huis stoppen. Want ik ben hier binnenkort toch weer weg. Het is nou niet alsof ik de planning heb om hier lang te gaan wonen, weet je. We hebben nog een heel kasteel op mij wachten thuis. Hier doen we even zo het plafonnetje er een beetje in op deze manier. Ziet er nu even niet mooi uit, maar dan hebben we in ieder geval... Kijk hoe groot de ruimte hier is. Als ik nu hier mijn huis zou maken hierboven... Nou, dan zit het helemaal goed. Maar weet je jongens, dat vind ik iets voor jullie om wederom achter te laten in de reacties. Wat moet ik doen? Moet ik een tweede verdieping maken? Of moet ik hier nu gewoon een puntdak van maken? We hebben ook een tweede verdieping, maar dan is hij gewoon even wat kleiner. Ik wil hier toch niet lang wonen, ik blijf het zeggen. En de burgemeester krijgt een modern huis. Nou, ik wil ook nog van het cobblestone even gewoon wat detailblokken erin doen. Want dit kan ook natuurlijk niet. Maar dan moeten we weer gaan smelten en zo. En ik heb gewoon... Gewoon te weinig spullen daarvoor. Het liefst wil ik gewoon nu terugvliegen naar de stad. Ik weet niet, als mijn vogel hierheen kan vliegen, dan kan ik hier ook heen vliegen. Maar helaas, jongens, moet ik voor nu de video afsluiten. Het is een hele korte content fame video. Maar dat komt omdat we met een heel leuk geheim project bezig zijn. Ik kan er nog niet zoveel over zeggen. Maar binnenkort, en met binnenkort bedoel ik echt een paar dagen, gaan jullie het zien. En jullie gaan schrikken. Het is echt heel leuk, jongens. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. En dan nu, oops, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige content fame deel. Heb je deze nou gemist? Moet je hem zeker even kijken. Dan ben je weer helemaal up-to-date. Over A en B en alle andere letters van het alfabet. En nu spreek ik later een glaasje water, tot 4 flesjes bier. Tot de volgende keer. Yo!